Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag een nieuwe Nederlander die zijn tourcard won op Q-School. Het is Chris Landman. Ja, Chris, alles goed? Ja, hey, goeiedag. Ja, zeker, ja. Top. Ja, je hebt je tourcard gehaald na een jaar waar je het bij de PDC goed deed. Bij de WDF haalde je de finale. Voelde het alsof je... Ja, toch maar gewoon maar moest pakken. Voelde je verplicht om die tourkaart te pakken? Nou ja, verplicht. Ja, op zich, vorig jaar was ik er ook redelijk dichtbij. Ja. En wil je zeggen, ik had de afgelopen jaar eigenlijk een heel goed jaar, ja. Ja. Voor mij. Gewoon de finale van de Lakeside. Nou, en op de Pro Tour mocht ik heel veel meedoen, ja. En daar de finale gehaald. Dus nee, dat was heel goed. Ja, nee, ja, verplicht. Maar ik had er wel met Richard reis. Ik had dan samen. Die was al hotels aan het boeken, want die had de tourcard al. Ze hebben vorig jaar. Die zei van, nou, ik heb de twinkamers al geboekt, hoor. Dus je moet alleen even de tourcard halen. Ik zei, ja, even de tourcard halen. Ja. Maar ik begon wel goed, ja. Maar uiteindelijk maakte ik mezelf nog lastig. Maar Ja. ja. Ja, je hebt inderdaad, je mocht de first stage mocht je overslaan, omdat je dus goed gespeeld had op de Challenge Ja. Tour. Op dag 1 van de final stage haal je de finale. Maar ja, dan weet je, dan haal je volgens mij 5 punten. Dan ben je ja, nog niet per se binnen. Nee. Hoe ben jij de dagen daarna ingegaan? Nou, die donderdagavond was ik niet zo blij. Nee, dat ik van Martijn verloor. Ja, je dan Ja. 5-2 voor. Het was geen dender in de wedstrijd, maar ja, je stond 5-2 voor. Hoefde nog maar een lekje te pakken, maar. Maar ja, op een gegeven moment vielen de triples niet aan. Hij begon er wat beter in te komen. En hij gooide weer wel een goede finish uit op het juiste moment. Ja, uiteindelijk verlies je dan ook nog weer. Ja, toen was ik wel even zuur, ja. Ze hebben ook wel slecht geslapen. Ja. En de volgende dag, ja, dan denk je, nou ja, iedereen zegt ook, 5 punten is wel genoeg. Of genoeg, nou, nog niet genoeg, maar wel zo goed als. Je bent er heel Ja. eind. Je moet nog wel een punt halen. Maar ja, dan verlies je vervolgens de 2 dagen daarna verlies je de eerste ronde direct al. Dan denk je, ja, nou, dat zullen we zien. Dan ga je het weer weggeven, maar... Dus Ja, dat was ook wel even zuur. en dan sta je op voor dag 4, de laatste dag van Q-School. En dan weet je eigenlijk van ja, misschien zit ik er wel bij, maar dat punt heb ik eigenlijk wel nodig. Hoe begin je zo'n ochtend? Is dat dan toch, ben je dan toch zenuwachtig? Nou ja, zenuwachtig, maar in ieder geval net wat je ook zegt. Ik had al wel het gevoel dat ik aan 5 punten gewoon niet genoeg zou hebben. Ik wist gewoon, ik moet een punt halen. Dat Ja. sowieso ervoor gaan om een punt te halen. En dan, nou, dan is het zo goed als zeker. Dus nee, maar ja, met ingooien ging het toen ook helemaal niet goed. En ik denk, nou ja, dat zullen we wel zien. En die eerste partij was ook helemaal niet goed. Moest ik ook tegen een hele trage iemand. Die gooide ook niet zo snel. Ja, dus ik kwam er ook helemaal niet in. Maar ja, gelukkig gooide ik die laatste leg gooide ik goed. En die tweede partij ook. Die gooide ik al een stuk beter. Maar dan was de tegenstander ook een stuk beter. Maar ja, toen uiteindelijk toch die laatste leg gooide ik ook gewoon weer een goede leg. En ja, toen had ik een punt. Toen was ik wel opgelucht, ja. Ja, Ja. en dan heb je hem binnen, of dan waarschijnlijk als darter check je ook gewoon darts rankings en dan zie je naam Ja. in het donkergroen staan. Wat Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je hartstikke blij was. Ja, want even kijken, dat was toen ik van Damien Mol won, ja. Toen had ik dan 7 punten. Dus toen dacht ik, nou, dat kan haast niet meer stuk. Maar Ja. toen liep ik al terug en toen kwam die Stephanie van, hoe heet het? Andy Baters kwam natuurlijk, die gefeliciteerde me. Oh, gefeliciteerd. Ik zei, ja, ik zei, ik heb het nog niet op zeker. Toen zei ze al van, ja, je staat in het donkergroen. Ik zei, oh, Ah, kijk. toen had ik nog niet gekeken, liep ik net terug. Ik zei, oh ja, dat, nou, dan was ik helemaal opgelucht, ja. Ja, toen was ik wel blij, ja. Ja. Zeker. Ja, je mocht dus die first stage overslaan. Vinden darters dat nou lekker? Dat je dus wat minder dart, maar direct kan beginnen met de final stage? Ja, ik heb persoonlijk wel, ja. Ik heb toen vorig jaar moest ik wel die hele week, ja, maar ja, ik weet niet, ik heb het gevoel, dan heb je er al 3 dagen op zitten en dan begint het pas Ja. eigenlijk. Ja. En dan, ja, ik kan me dan heel moeilijk motiveren om dan, als je dan 1 keer goed gehoord hebt, ja, dan moet je die dagen daarna, moet je nog elke keer weer zien te motiveren. Ik vind het wel lastig, moet ik zeggen. Ik vond het wel fijn dat ik gewoon direct mocht beginnen die 4 dagen, ja. Hey, afgelopen jaar heb je natuurlijk ook als invaller veel op de Players Championship mogen spelen. Zelfs een finale gehaald daar. Je hebt dus een beetje je geproefd van het leven van een PDC-darter, professionele darter. Was afgelopen jaar ook een jaar waarvan jij denkt van ja, dat wil ik eigenlijk de komende jaren gewoon vaker beleven en richting dat professionele dartleven gaan? Ja, zeker. Ja. Ik heb er dan, nou, je zegt, ja, vorig jaar heb ik 3 gemist. Heb ik 27 van de 30 mogen gooien.
Nee, maar dat bevalt me wel. Je hebt er dan meestal gewoon twee achter elkaar. En dan begint ook pas om 1 uur, dus ook niet zo vroeg en zo. Dus nee, ik vind, kan je mooi rustig voorbereiden en dan heb je gewoon 1 toernooi. Ja. Nee, mij bevalt, dat bevalt het wel. Ja, ik vind dat wel, wel mooi aan. Nee, je mag tegen mooi de beste ook gooien, ja, gewoon van de wereld. Dus dat is ook wel mooi. Ja. Zeker. Komend jaar één verandering natuurlijk wel met vorig jaar, is dat die Players Championship vooral of eigenlijk alleen maar door de week gespeeld gaan worden. Wat vind jij daarvan? Ja. Ja, ik heb zo met de baas kunnen regelen dat het voor mij niet echt zo'n probleem is. Dus op zich vind ik het niet zo erg dat het dan door de week zit. Eigenlijk ben je dan ook in het weekend wat vaker thuis. Dus dat scheelt, dan kan ik thuis ook wat vaker met de vrouw en kinderen dan mooi wat dit weekend doen. Dat Dus is op ook zich vind ik belangrijk. het niet. Ja, dat vind ik op zich niet. Ik vind het niet zo heel verkeerd. Nee. Nee, dan heb jij het inderdaad best goed geregeld. Je werkt als poedercoater. Wat is dat precies? Ja, dat is 3 jaar. Ik ben daarvoor 20 jaar timmerman geweest. Maar dan moest ik toen, we hebben een klein bedrijfje, maar dan moest ik toen, of moest ik weg, maar die wou alleen verder. En toen ben ik, ja, de vriend van me die ik ken, die had ook al verbrouwen en die werkte daar toen in de bekschermen. Dat was dan binnen. En ik heb het altijd in de winter altijd koud, dus dat vond ik ook al niks aan. Dus, maar dat houdt eigenlijk in, ja, poedercoating, dat we staan bij zo'n automaatlijn en dan alles wat van materiaal, van metaal en aluminium, platen, zeg maar, ja, grote plaatwerk of kleine dingetjes, scharnieren en zo. Die hangen we dan op en gaat dan door zijn spuiken binnen en dan komt er poeder en dan gaat dan door de oven heen en dan komt er een toplaag overheen, zeg maar. Dan Oké. houdt het Okay. een beetje in en dan pakken we het weer in en dan gaat het weer weg, ja. Duidelijk. Ja. Ja, Ja. je bent nu 43 jaar. Afgelopen jaren, je doet al heel lang mee in het Nederlands team natuurlijk, op het Ja. WDF-BDO-circuit. Hoe ben jij eigenlijk begonnen met darten? Wanneer heb jij de pijlen voor het eerst opgepakt? Oeh, ja, dat was volgens mij... Toen ik een jaar of 16 was, denk ik, met het voetbalteam waar ik toen voetbalde, ja. Die zijn we toen op een gegeven moment, die zeiden we, oh, we kunnen ze al gaan darten. Nou, toen is het eigenlijk zo begonnen, ja. Was eerst gewoon een beetje recreatief, gewoon normaal, ja. En dan echt vanaf 2017 is volgens mij een beetje dat ik echt een beetje professioneler ging darten, ja, ook internationaal. Ja, Ja. en wat was het moment dat jij dan doorhad van nou, ik heb eigenlijk best wel wat talent? Ja, dat hebben heel veel. Hebben dat, of heel veel, die zeggen dat vaak omdat ik, ja, dat ik gooi een hele makkelijke stijl eigenlijk. Het ziet er heel nonchalant uit, dan zeggen Ja, ze. lekker Van dit daar, maar snel. ik zat eerst, nog met voetbal. Ook, ik heb ook 30 jaar lang voetbal gezeten. En, ja, en dan vroegen ze me ook wel eens voor de Super League. Ik zei, maar ja, daar zat ik altijd met de voetbal. En ik vond voetbal toen ook nog eigenlijk leuker op dat moment. Maar ja, toen was ik op een gegeven moment gestopt toen ik ja, een jaar of 32 was, volgens mij. En toen ben ik Super League gaan gooien, ja. En toen ook, en ook NDB's, want daar is het eigenlijk mee begonnen, met die NDB-ring. Iemand die vroeg me dat toen, die zei van, ah, dat is echt iets van jou, dat moet je eens een keer doen. Ik zei, wat is dat, de NDB-ring? Ja, dan kan je een Nederlands team kopen. Ik zei, nou ja, ik wil wel eens een keer mee, ja. Dus daar ging Prima. mee en toen haalde ik ook direct het eerste jaar zo'n Nederlands team, ja. En zo is het toen eigenlijk ook een beetje begonnen, ja. Ja. Kijk, sta je open om als het eenmaal een beetje goed loopt bij de PDC, om echt professioneel darter te worden? Ja, dat denk ik wel, ja. Het lijkt me wel mooi gewoon om dat te kunnen doen. Ik weet niet of ik dan, ja, ik heb het direct met een paar mannen ook wel eens over gehad. Ja, of je dan stopt met werken of dat dan, als je alleen maar in dat wereld zit van het darten, dat weet ik niet of dat wel zou bevallen. Ja. Maar ja, je kan altijd, want zoals nu ook, als je het, ja, als je het niet anders kan regelen met je werk, dan houden we het natuurlijk op. Maar ja, aan de ene kant denk ik, dan heb je ook nog een keer andere afleidingen op het werk en niet alleen, zeg maar, dat. Maar of me dat, ja... Ik weet niet of dat bevalt, dan moet je het eigenlijk in meemaken. Maar misschien als het heel goed gaat, ja, dan kan ik altijd nog zeggen dat ik stop met werk en dan proberen. Eerst maar eens kijken hoe de eerste 2 jaar gaat. Zeker. Ja, Ja. vorig jaar heb je Ja. dus bijna alle Players Championship toernooien gespeeld voor ja, best wel wat grote namen. Die Players Championship, die ja, ik denk als het liefst willen ze die gewoon skippen, willen ze gewoon de tv-toernooitjes spelen, zeg maar, in plaats van in een zaaltje spelen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Kan jij nog wel de motivatie vinden om het daar een beetje naar je zin te hebben? Jawel, zeker, ja. En het is ook wel, en de buitenomheen ook, dat met aan de tafel zitten we altijd wel met een gezellig groepje, met Nederlands en met Richard dan, daar reis ik altijd samen heen. Nou ja, Mari van den Boogaarde, die zit er ook wel vaak bij. Dus eromheen is het ook wel gewoon gezellig, ja. Dus nee, ik zou me dat wel, ik vind dat wel mooi hoor, ik vind dat wel gezellig, ja. En ook wel gewoon, natuurlijk, je wil altijd winnen, dus ja. Nee, gezelligheid is inderdaad belangrijk. Je hebt Ja. op de Players Championship Finals mocht je vorig jaar spelen.
Heb je al een doel gesteld voor volgend jaar? Wat je, dan je zegt van nou, ik zou ook nog wel nog een tv'tje nooitje erbij willen hebben. Ja, dat lijkt me sowieso mooi. Ja, een Eurotour lijkt me ook wel een keer mooi om te gooien. Dat heb ik nog geen één keer gegooid. Nee. Dus dat lijkt me ook wel een keer mooi. Ja, wat wel lastig volgens mij. Nu tenminste, waar ik iets voorbij heb zien komen met die, het is iets veranderd. Ja, Er zijn dan minder plekken volgens mij voor de kwalificatie voor Tourcadouders. Ja, wat je zegt, minder plek op het kwalificatie. Want Ja. wat vind jij daarvan als ja, kerstverse tourkaarthouder? Ja, ik weet niet, ik heb er altijd een weinig ja, of mening over. Ja. Daarvoor waren het er zeg maar 24 volgens mij die je kon halen. En nu 10 volgens mij, wat ik aan mijn Ja. hoofd zo weet. Dus ja, het wordt moeilijker. Ja, het is een beetje zo dat voor ons die er net bij komen, wordt het een beetje lastiger allemaal om dat toernooi te plaatsen. En dan krijg je gewoon, ja, ze willen denk ik bij die top van de PDC, willen ze denk ik gewoon een beetje beschermen. Ja, dat, als je er eenmaal in zit, ja, dan is het heel moeilijk om er eigenlijk, of moeilijk, maar dan moet je het wel heel slecht doen om daaruit te vallen, zeg maar. Dus voor ons is het wel moeilijk om daarbij te komen, maar. Maar ja, zo regelden ze dat, ja. Daar heb je maar aan te houden, ja. Ik kan er wel druk op maken, maar dat schiet ook niet op. Nee, dat snap ik. En je zit er gewoon, Ja. je zit zo direct 2 jaar bij de top. Heel Ja. veel starters hebben een management om zich heen die dan de hotels regelt en zo. Volgens mij heb jij dat niet, toch? Nee, heb ik niet, nee. Nee, ik kreeg wel een... Owen, die kwam er naar me toe. Die zat bij die Mac Elk in, of ik daarbij wou. Maar daar had ik met Richard ook al over, ja... Ik zei al, als je het zelf kan redden, dan is het mooiste dat je het zelf kan redden. Ja. Ze hebben dus, ik probeer het eerst gewoon zelf, ja. Dus, maar Richard had alle hotels al geregeld. Dus ik hoef alleen maar de vluchten nog te boeken. Hij had alles al geregeld. Dus ja, dan kunnen we mooi samen reizen. Ja, Vind ik ook gezellig. Dus, dus eigenlijk is Richard Veenstra een beetje jouw manager, die de hotels boekt. ja, dat deed hij ervoor ook al veel. Ja. Ja, die zei ook, ja, stel ook niks voor. Zeggen, nee, dat klopt ook. Als je dat eenmaal zelf doet, dan stelt ook niet zoveel voor. Maar... Maar ja, het is een voordeel. Kunnen we ook, en dan kunnen we ook samen alles delen. Dus dat scheelt ook. Dus ja. Zeker. Ja, Chris, ik wens jou alle succes de komende 2 jaar in ieder geval. Hopelijk natuurlijk langer. En Ja, nou, dat zal. we zien je vast snel weer terug op tv. Ja, dat hoop ik. Ja. Gaan we voor.